De Gamersnet E3-vlogs worden mede mogelijk gemaakt door de MSI Camo Squad Limited Edition Notebooks. Pom, 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 pom. Oh, what the fuck. Hold on, stay still, bro. I am staying Don't still. Don't get him angry. Jongens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Gamersnet vlog. Nummer... Ja, ik vind het een beetje raar dat we met nul zijn begonnen. Ja, dat ga je helemaal autistisch van doen. Want nee, ja, kan niet. I don't like change. Ik kan het niet meer tellen nou. Oké, okay, dus... Is het vijf? Het is nummer vier, maar het is nummer vijf. Ja, nou, dat is dat toch lastig. Het is dag vier, sorry. Toch? We tellen toch als dag. Het is nee. Dag vier van... Ja, en dat was ook dag nul. Welkom bij weer een nieuwe vlog van Gamersnet.nl. Een E3-vlog en we zijn klaar met de beurs. En dat betekent dat we terugblikken naar vrijdag. En ik wil even aan jullie vragen wat jullie hiervan vinden, van deze manier van vloggen. Want ik vind het zelf niet heel fijn om terug te kijken. Ja, maar dan gebias je de mensen meteen al. Ja, nou, dan, misschien gaan ze er weer tegenin. En misschien zeggen nou, Peter, je hebt gelijk. Peter heeft helemaal geen gelijk. Ja, dat kan dus ook kan, heel kan goed. Ook, zeg ja, het. Vaker dan wel. hoe heet het? Dat betekent, wat hebben we gedaan? We zijn op pad geweest. We zijn naar Santa Monica geweest. We hebben altijd, zeg maar, de vrijdag en de zaterdag zijn een beetje onze vrije dagen. Na de beursdagen. Dus we hebben in de ochtend nog even artikeltjes getypt. En toen zijn we hebben een uur gepakt naar Santa Monica. Ja, relaxed hè? Ja, heel relaxed. Ja, dus dat hebben we gedaan. Jongens, welkom in Santa Monica. Het is de vrijdag na de beursdagen. En dat betekent dat we hebben vanochtend heel veel previews geschreven. Maar 's middags gaan we wat leuk doen. We hadden een goede Uber driver ook weer. Ja, heerlijke Uber driver. We begonnen allemaal moordverhalen te verzinnen. Oh, dit huisje zijn 12 mensen vermoord. Ja, ze hebben zelf allemaal tegelijkertijd hun polsen doorgesneden ofzo. Terwijl ze een Nike's cult. Ja, ja. Nice. En het is natuurlijk ook een cultureel plekje, hè, met mooie zangers hier ook. Oh, haar naam is ook leeg. Nice. Het zit in de naam, die muzikale gif. Ja, want ik heb jou wel eens horen zingen, ja. Je kunt zo harmoniseren bij haar, onder mij. Leende lees. Hello, Frankie. Naar wat gaan we doen? Fietsen, denk ik. We gaan fietsen naar Venice Beach, dat denk ik. De tip van die vrouw. Ja, de Uberdrivers geven ons altijd de vetste tips wat we moeten doen. Ja, zo waren we ook bij die dingers gisteren beland, bij ja? Die bar. Maar iedereen doet dat op de toeristische route. We komen hier al 5 jaar en nooit gedaan. Nee, zo zijn we. Peter en ik zijn eigenlijk al jaren aan het lobbyen om de Johnny Rockets naar Nederland te krijgen. Het is hier een fastfoodketen, zit eigenlijk overal. Maar ze hebben echt zulke meesterlijke burgers. En dit is dus geen goed voorbeeld van wat we nu proberen duidelijk te maken. Ja, we hebben Lief namelijk maar. Net ontdekt waarom Johnny Rockets zo goed is. Dat geloof je dus nu niet meer na het zien van deze shit. Ja, ze zijn zo lekker droog. Ja, precies. Nee, kijk, dat is het ding. Alles hier wat je in Amerika bestelt is bedrenkt met saus en vettigheid. Je zag het gisteren in de vlog, Peters kalkoen, 5 lagen, andere saus. Maar dit ook. Hier, kijk. Het is gewoon een goede burger. Er zit niet te veel saus op, het verdringt niet. De sla is ook gewoon knapperig. Ik kan niet breken als ik wil. En dat is wat de Johnny Rockets zo goed maakt. Dit is nu onze lunch. Met het is nu ook zeker erbij met echte stukjes banaan. Ja, je merkt al dat heel veel van onze vlogs over eten gaan, maar dat komt ook van dat eigenlijk het enige wat wij doen naast de E3. Als echte Amerikaan. Ja, en dan komen we altijd op een groot probleem op de vrijdag, want dan is er geen beurs meer, Tom. Nee, en als er geen beurs is, is er zeg maar geen beursinternet. En als er geen beursinternet is, dan heb je eigenlijk chaos. Geen... Ja, chaos, paniek, ja, echt totale anarchie. Amerika is het land van de technologie, dat valt heel erg tegen, want het internet hier is echt treurig. Ja, het is echt heel betreurig. We zijn ook eerst naar een internetcafé geweest, want we dachten, nou, dan kunnen we daar de vlog uploaden. Dat is de snelheid ook weer, 180 kilobyte per seconde. Ja, niet eens. Ze maakten reclame met het feit dat zij zo de Interactive Café waren. Interactive Café, ja. Ik vroeg hoe snel het was, ze zei, dat weet ik niet. Maar veel business people doen hier zijn. Ja. Weet ik niet, hoezo? Je ziet ons overal over de wereld. Maar goed, uiteindelijk beland je dan toch in de Starbucks. De vlog van gisteren, die je gisteren hebt gezien, die zijn we nu aan het uploaden. Het is echt weer echt dit land dat je denkt, god, ze hebben hier technologie en zo, techniek. We zijn ook 99%, we zitten hier al 1,5 uur in de Starbucks te wachten. Met 700 kb per seconde en vlog van een gig uploaden. We zijn er bijna, het kan nou niet meer misgaan. Dit is altijd een kritiek moment. Pakt hij hem? Pakt hij hem wel of niet? Misschien niet gooien met mijn telefoon, hè? Nee, sowieso wel. Nee, serieus. Meestal is hij nu wel veilig. Ja, moet ik hem wel wegklikken? Kan ik hem wegklikken? Nee. We hadden dus al gezegd dat we een hele toffe Uber Ride hadden gekregen. Maar die Uber Ride kwam ook met een fantastische tip. En eigenlijk is dat de tip van elke Los Angeles. Dat je over Venice Beach moet gaan fietsen met een gehuurde fiets. Dus toen hadden we zoiets van, fuck yeah, dat gaan we gewoon doen. Ja, oh, wacht even voordat ik snap dat je de knip heel lekker was. Knippen, maar ja, we hebben de fiets gehuurd bij een Nederlander. En dat wilde ik toch even gezegd hebben. Die meer verdient dan premier Rutte. En dat moest hij direct na 2 zinnen even zeggen. Zo'n Nederlander. En bleef Nederlander. Ja, echt hè. You know,
We're in LA, just riding our bikes. We hebben fietsen gehuurd, jongens. Locals. Hey Tom, voelde het hier fietsen? Heel raar. Vet, hè? Het is een beetje... Het hoort niet of zo. Nee. Het is iets van, oh, dit is heel natuurlijk, maar niet hier. Ja, precies. Nou, even kijken waar we zijn, want daar is de Santa Monica Pier. Aan die kant, zo. Zie je daar? De attracties, die je ook in GTA ziet. En daar is volgens mij het huis van de psychiater van... Ik denk echt dat dat aan de andere kant is. Of, ja, maar het is wel zo'n pandje, hoor. Hoe zou die guy zich voelen? Ik denk dat er de hele dag door mensen voor zijn huis staan. Nee, kijk, dat is dat heet, huis. Ja. Iedereen probeert zijn auto ook te stelen. Ja, maar twee identieke auto's met een andere kleur. Ja. Maar goed, we zijn naar Venice Beach aan het fietsen. Dus dat is helemaal daar. Dat gaan we nu doen. Yeah. Ik leef een mandje. Ja. Ik heb ook een mandje. We're staying in Paris. To get away from your parents. And I thought, wow. If I could take this in a shot right now. I don't think that we could work this out. Out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought how. Oké, hier maken ze dus de meest awesome shit van metaal. En dan denk je, wat is dit? Dit is Venice Beach. Super tof. Kijk, dat is Venice Beach. Ik sta nu op een foto op het moment. Staat op Twitter, op Instagram. Check. En als je nog denkt van, hoe vet is dat? Check. Dat maken ze hier gewoon. Gewoon dit winkeltje, daar wordt dat gewoon gemaakt. Maken ze helemaal van ijzer. Schilderen ze helemaal. Het is natuurlijk super zwaar. Je krijgt echt geen seconde krijg je het om. Als je het tegenaan duurt, hier bijvoorbeeld een had. Kijk dan jongen, hoe vet is dat? Nee, deze Yoda. Yoda. Deze Wall-E is hier. Kylo Ren. Echt jongens, ze hebben zoveel vette shit. Echt awesome. Sinds ik vlog, doe ik meer dingen. Hè? Ik ben gekke jongen. Als er een camera op mijn neus staat, dan doe ik doet het. Doet hij alles. Dat doe hij ik doet alles voor aandacht. Ja, eigenlijk alles voor aandacht. Oh, dat was mijn bril. Nou, dat was aandacht. Jullie keken allemaal. Met je look. Maar goed, hoe heet het? Ik heb een angst overwonnen. En ook niet zomaar een angst. Je Venice Beach, het is een hele lange rij met alleen maar kraampjes. En een van die kraampjes zagen we in één keer iets harigs. Iets harigs, man. Het was echt fucking eng. We gaan angst overwinnen vandaag. We zagen deze fantastische man. En hij heeft dus... Zoom even op de spin. Loop even naar de spin, Leon. Oh, he's speaking. Oké. Okay. En het is vandaag over angst overwinnen. Facing fear, this is what it's about. Education destroys fear. When you're educated about something, you know not to be afraid of it. Nobody's heard of a Chacha hurting anybody since the world began. All right, here you go. What's your name, sir? Peter. Peter? It was nice knowing you. Everything I said was a lie. No. So first, let's get you in the sun. Face this way. We're gonna start out with Peter Parker. Come here, Peter. That one's actually called Peter Parker? That's his name. Ah, that's dope, man. Thank you. Peter Parker goes right here. Boom, he feels like soft velvet. Now let me get him to stay still, man. There we go, you're doing great. I know. Let me get him to stay still. Boom, good. Now we're gonna take Goku. Come here, Goku. Oh, Goku, he's like Super Saiyan. Yes. Yeah. Oh, he's moving. Oh, what's his power level? Goku's gonna go right there. As he, like this, and as he walks, just put your other hand right underneath and he'll crawl on it. Then when he goes to the other side, do the same thing. and don't clip his hands, he'll get angry. Good, you're doing great. Now we're gonna put him on your shirt. Oh no, come on. Oh, hold on, oh we're not even close to done, hold on, he's gonna go right here. Okay, good. Now turn this way, you're doing great. Where was the other one you put on my back? Dude, you're starting to sweat like crazy. Yeah. Last but not least, we're gonna give this young man his brand new customized designer Spider-Man hat. Bom, 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 bom. Oh, what the fuck? Hold on, stay still, bro. I am staying. Don't get him angry. You stay right there, there you go. The message to the children is, tell these children, don't be afraid of tarantulas, be afraid of McDonald's. Sir, watch out, don't crush your arm. Whoa. You've officially been spider-fied. I'm gonna get something to eat, I'll be back in half an hour. No, good job, bro. Good job. Yeah, these guys are completely harmless. Yeah, man. I know they're harmless, but they are freaking scary. And they're crawling up. Lekker gatietjes. Yeah, I know. Good nou, job. Okay, jongens. Je hebt voor Uncharted ooit een slang om mijn nek gehad, en, maar dit is wel even enger hoor. For those who don't know Dutch, he says I love spiders. Yes, I did. Oké, dit is echt bizar. Die spin net op mijn hoofd, okay. Ik was echt super cool ermee. En nadat het gebeurd was, of tijdens dat het gebeurde al, overal ging ik zweten. Dus ik heb echt zweetplekken onder mijn armen, klamme handen,
tering. Ik vond het echt heel eng. Je voelt ze nog steeds lopen. Ja, ik zit ook elke keer wat de fuck loopt hier. Het is best wel grappig, want af en toe zie je Peter gewoon en ik. Ja, I know. Dan moet je gewoon zeggen, nee Peter, ze zijn echt van jou. Ja? Ja. Oké, okay, cool. En dat je nou eentje zo hier zo ziet kruipen op je schouder. Ja, precies. Maar die guy was awesome hoor, daar niet van. Maar dit is ook niet een pretpark of zo waar je bent. Het is wel gewoon echt iemand die thuis spin heeft en gewoon dit voor de zits en giggles doet. Dat is toch geen met die clan. Ja, precies. Het is niet gewoon een gediplomeerd iemand, denk ik. Maar goed, dus dat is wel fantastisch. Wat was vergist, Tom? Hoezo? Die pandjes met Michaels en Shrink. Oh ja, het zit kilometers verderop. Ja, het zit hier. Check dit zijn ze. Die huisjes daar. Kees uit GTA. Daar zijn auto's op te stelen. En een Shrink die je afzet. Oh, spoiler alert. Oh. Game is maar 5 jaar oud en we hebben het nog steeds over. Hey, die nieuwe bril. Ja, oh ja. Is het vet, want ik zie mezelf nu filmen. Ja, dat is raar, hè? Super vet. Huh? Nice. Wat? Huh? Oh, gebruiken jullie gewoon een iPhone? Zit er een iPhone in mijn ogen? Haal het eruit. Tom heeft net een pennyboard gekocht. Een kleine longboard is dat, hè? Dat was een hele goede, very good price, hè? Dat was een very good price. A very good price. Hij also got him at home. Hij got him zelf also. Yes, zelf also. Dat is allemaal psychedelische shrooms op natuurlijk. Ja, het blijft wel de bedrijfsherbalist. Yep. Wij moeten nou 2 kilometer teruglopen. Ja, jongens, dit zijn, / waren, de beste wings van LA. Door onze Uber driver getipt en het ziet er misschien niet heel appetijtelijk uit. Maar serieus, ik ben helemaal niet zo'n chicken wing fan. Hier ben ik wel fan van. It's amazing. Ik weet niet, de jongens hebben er bijna op, 24 stuks, maar het is wel echt super lekker. Dus ons dagje Venice Beach is best wel goed afgerond. Met echt het vettigste, vieste eten wat er komt is. Hi. Jongens, bedankt voor het kijken weer. En ik ga alvast even teasen naar de dag van morgen, want wij gaan upsplitten. Oh, ik voel me heel erg een ander kant. Ik ben nog wel in de picture. Ja, precies. We gaan een klein beetje upsplitten, want Leon en ik gaan iets doen. En Tom, wat ga jij doen? Ik ga denk ik gewoon uploaden, want dat is heel lastig hier in dit ruk wifi land. En verder ga ik een beetje kijken hoe ik mijn dag in ga delen. Jij gaat volgens mij een skateboard uitproberen. Nou ja, ik heb natuurlijk nou wel zo'n pennyboard. Dus ik ga heel erg local zijn. En sa dude. Een beetje over de straat heen skaten, denk ik. Gewoon, hey man, what's up? How you doing? Bam, dat is you want to buy some weed? Ja, bam, dat. Maar, wat gaan wij doen? Wij gaan naar Disneyland! Of naar een technische in het Disneyland, want daar zijn we 2 jaar geleden geweest. We gaan nu naar het California Adventures Park. Het andere Disneypark dat naast Disneyland zit. Ja, dat heet niet Disneyland? Nee, dat heet California Adventures Park. Oh, en dat bekt zo enorm lekker. Yes. CPP. CPP. Oh, CAP. Klinkt als een ziekte. I know. You've got cap, really. maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Volg ons overal waar je ons wil volgen. Laat ons weten wat je van deze vlog vindt. En morgen dus een nieuwe vlog en zijn we op pad. Wat wil jij nog zeggen? Nee, niks. Ik articuleer jouw woorden met bewegingen. Mooi. Dat doet Tom maar ook altijd. Ja. Dus dan heb ik aan 2 kanten heb ik een soort van journaal voor blinden. Of nee, niet blinden. Doven. Dat is eigenlijk heel raar. Nee, voor blinden is het gewoon kaart schreeuwen. Maar voor doven. Laat maar. Niemand snapt dit toch nog? Ja, ik snap dit ook niet. Wanneer komt Gamers dat in Braille?